Ze verschijnt in het Hol van de Leeuw. Wat zeg ik, mevrouw van Engelshoven? Goedenavond. Wilt u dat getal eens oplezen daar? 581.755. Wat hebt u gezien van Cultuur in Actie? Nou, ik heb niet de tijd om de hele week achter een scherm te zitten kijken. Ik heb er hier en daar wel wat teruggezien, veel op Instagram gezien. Wat bijvoorbeeld? Ik zag Lodewijk Asscher langskomen, ik zag natuurlijk Rob Jetten. Je zag politici langskomen. Ik zag een aantal politici langskomen. Ik heb geweldige optredens gezien. Ik weet niet eens meer wie allemaal. Nee. Maar het mooie is, en daar feliciteer ik Cultuur in Actie echt oprecht mee. Het is een van de weinige keren dat echt de hele cultuursector met elkaar optrekt. Want en hoe ziet dat er voor u uit? Hè? U rent zich rot. Hè? Er zijn heel veel onderdelen in deze sector. U zit te praten met individuele artiesten. Ik liet me influisteren dat u gisteren hebt gepraat met Guido Weijers. Ja. Een cabaretier met zangeres Leonie Jansen. Een journalist verneemt dus wat. Hè? Dat lijkt me best een dagtaak. Iedereen af. Hoe doenlijk is dat eigenlijk met zo'n versplinterde sector van gedachten wisselen? Nou ja, dat is best ingewikkeld. Het is overigens ook altijd goed om te doen om die individuele kunstenaar, dat ene theater te spreken. Want dat geeft je ook wel gewoon een goed beeld van wat er speelt. Maar wat we uiteindelijk nodig hebben is dat de sector gezamenlijk gewoon één protocol maakt. Waar ik gewoon mee de boer op kan en zeggen van ja, kan het zo? Ik zou eigenlijk willen dat wat hier afgelopen week tot stand is gebracht met de hele sector die samen optrekt, zorg dat je dat behoudt. En kom niet de komende week bij mij aan tafel en nog een keer daarna. Maar blijf vooral komen. Laten we vooral bij elkaar in gesprek blijven. En laten we er met elkaar voor zorgen dat die sector ook echt als eenheid gaat opereren. Want daar heb ik wat aan. En daar heeft volgens mij de cultuursector en dus heel Nederland wat aan. Asscher heeft gezegd, PvdA-leider, hè, er zou 700 miljoen bij moeten. Ik heb het gezien. U hebt het gezien. Wat dacht u? Om met de grote filosoof Mart Smeets te spreken, wat ging er door u heen? Ik dacht, ja, gratis bier uitdelen is altijd makkelijk. Ja, was dat zo? Maar oké, kijk, tussen 700 miljoen en niks zitten nog een paar andere mogelijkheden. Ja, maar kijk, ik zeg echt, laten we nou eerst samen dat plan maken en het dan weer hebben over de middelen daarvoor. Het moet u ergens voor kunnen lopen. Maar kijk, dat ik u onderbreek, hoor. Maar u snapt dat als er zinnige plannen komen, dat het heel wonderlijk zou zijn als u zou zeggen, geweldige plannen, maar daar heb ik niks voor. Het gaat wel eerst om het plan. En u begrijpt ook heel goed genoeg hoe politiek werkt. Ja, maar u bent in principe bereid om goede ideeën te honoreren, mits het kan. Voor goede ideeën ga ik altijd heel... En dan hangt het sterk af van de kwaliteit van die ideeën. Ja, voor goede ideeën ga ik altijd heel hard lopen. Hè, maar niemand heeft er wat aan als we doen alsof er gratis bier is. Weet u nog wat uw oude inspirator Hans van Mierlo ooit zei over de politieke arena? Je hebt hem vaak geïnterviewd. Dus. Het ruikt daar naar de leeuwenkuil. Ja. En hij verbond eraan dat er, als dat niet kan, als je daar niet kan komen, als je daar een tijd lang niet kan optreden om je ding te doen, zoals het tegenwoordig heet, dan maakt zich een diep verdriet van je meester. Zou daar een zekere vergelijking kunnen zijn met die artiesten die hun leeuwenkuil missen? Zeker. En daarom ook moeten we zo snel mogelijk ook samenwerken. Hoe zorgen we ervoor dat mensen ook weer gewoon met hun passie aan de slag kunnen. En ook die mensen die in die zaal willen zitten, ook weer dat moment kunnen geven. En ik merkte het aan mezelf. Ik stond in het eerste museum, Fundatie in Zwolle. En ik merkte gewoon dat ik echt gewoon heel ontroerd was. Echt een soort van, ik mag hier weer staan. En wat fijn is dat. En dat is ook wat je iedereen in Nederland zo ontzettend gunt. En laten we ook met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in dit land weer volop van cultuur kan genieten. Wij spreken twee dingen af. Die leeuwen en die leeuwenkuil. Ik hou die 581.755 voor u in toom. Als dat gesprek er echt komt, dat is de deal. Ja, maar zorg dan ook, dit mogen er wel veel meer nodig. Nog meer. Dank voor die toezegging. Graag gedaan. Fijn dat u hier was. We'll meet again. Don't know where, don't know when. Veel succes.